Nee, wel minder. Goedemorgen jongens, goedemorgen. Wat voor datum is vandaag? 7 april? 8. 8 april, vrijdag 8 april. 7 of 8 april, moet even zelf rekenen welke dag het precies is. Het is nu 9 uur en 9 minuten. Het is vroeg in de ochtend. Het weer ziet er goed uit. We gaan even die kant op. Loop maar even die kant mee. 9 april. We hebben daar staan, zie je dat? We hebben daar Aprilia staan. Is die voor mij? Ja. Dankjewel hè. Lekker weer. Doei doei. Een Aprilia SR 125 staan, een racertje. Heb ik ook gehad in 1996. Dat is een nieuwe model, ik heb de oude model gehad. Die jongen komt bij mij. Hij zegt Isa, mijn motor, motorolie gemengd. Hier, kijk. Dit kwam eruit. Koffiekleur. Dit geeft aan. Wat betekent dit? Als je een beetje olie in de beker doet, doet een beetje water bij, schudden, krijg je dit. Dat geeft aan, er komt iets bij, er komt bij water bij. Ik zei, het kan misschien een koppakking zijn, ik heb de pakking losgehaald, inderdaad de koppakking en het voetpak, de voetpakking ook niet voor mij, ook niet. Maar nee, kop en voetpakking, allebei waren er niet goed, allebei waren er niet goed. Dat hebben we gedaan, we hebben alles mooi, het was echt vies, we hebben alles mooi schoongemaakt, we hebben hier gezet, hier. Dat is nokkastjes, dubbel nokkastjes. Kijk, dit is deze hier. Dat zijn de dubbel nokkastjes. We hebben alles schoongemaakt. We hebben een nieuwe voetpakking tussen gezet. We hebben een nieuwe voetpakking tussen gezet. Dit gaan we even helemaal schoonmaken. Wat ik apart in deze nokkast, normaal heel vaak hebben ze wel een merktekens. Maar deze nokkast heeft geen merktekens. Geen probleem. Dan... zetten wij hem op tijd gewoon op de eigen manier, hoe wij het doen. Maar de andere merktekens volgen. Kijk, die hebben we schoongemaakt. Gaan we naar de cilinderkop toe. Dit is de cilinderkop. Die heb ik gisteren op zijn kop gelegd. Waarom? Kijk, ik heb hem de hele nacht op zijn kop gelegd dat alle vuiligheid eruit druppelt. Moet eens kijken hoe vies het is hier. Even kijken hoe vies het eruit ziet. Kijk, dan draai je even het kopje. Even kijken. Kijk zo. Dat we wel weten waar alles hoort. Kijk. Kijk. Kijk, dit is deze. Deze hoort hier zo. Alle veiligheid is eruit gegaan. Wat we nu gaan doen is. Kijk, deze hoort hier. Ik zet het precies op mijn eigen manier. Waar ik ze eruit heb gehaald, daar zet ik ze op terug. Dit is deze. Dit is dit. Wat gaan we doen? Ik heb hier een ontvetterbak. Ik ga hem eerst even schoonmaken. Dan gaan we het hele blokje, het hele cilinderkopje, gaan we helemaal schoonmaken. Pak even een kop erbij. Blijf maar draag staan. Even haal die vuiligheid tussenuit.
SR. Niet meer thuis gebruikt. Die krijgen hier weer een nieuw leven in de ontvetterbak. Kijk wat wij doen. We laten hem even lekker uitdruppelen. Als hij aardig uitgedruppeld is, voor een half uurtje laten we hem even staan. En dan gaan we helemaal schoon blazen. Dan gaan we hem weer afbouwen. Dan gaan we netjes alles in elkaar zetten. En dan gaan we het blokje eronder bouwen. En dan inshallah is het opgelost. Dan kan die jongen lekker genieten van het motorrijden. Dus en bij deze jongens, we gaan jullie verlaten. Dus Ayus, je was overbaard.